Go!
Yeah.
Okay, y'all. Ja, tegenover de winnende trainer, Björn Swerink. We weten nog heel goed het eindigen vorig seizoen in Dinxperlo. 5-4, een hele bijzondere wedstrijd. En wat gebeurde daarna? De lockdown natuurlijk, hè? Ja, dat klopt, ja. Toen lag het allemaal stil. Ja. En hoe heb je die maanden, hoe heb je dat opgevuld dan? We hebben de eerste tijd mocht natuurlijk helemaal niks, dus hebben we helemaal niks gedaan eigenlijk. En daarna mocht je weer op 1,5 meter trainen. En dat hebben we toen ook gewoon wel weer opgepakt. Ja. Maar je kunt gewoon merken dat dan de uitdaging een beetje ontbreekt. Je wilt toch altijd winnen. En bij zulke spelletjes op 1,5 meter of op paas en trapvormen, ja, is dat toch anders. Ja, nou zien we achter met grote letters Etten. Dat zal wel met grote letters achter jouw naam staan met 1-3 met Meadow te gaan winnen. Ja, je weet natuurlijk, de competitie begint weer. En ja. Vorige week hadden we een mindere wedstrijd.
ja, uiteindelijk de punten worden vandaag verdeeld. En, ja, de eerste helft was goed en de tweede helft gingen we eigenlijk te ver teruglopen. De krachten waren denk ik ook een beetje weg en misschien ook wel door de coronatijd wat dat betreft. En ja, uiteindelijk trekken we toch gelukkig die wedstrijd over de streep. Ja, we zijn de prognose voor het komende seizoen en hopen dat het helemaal uitgespeeld wordt. Ja, daar gaan we wel vanuit. Maar ja, nou de maatregelen allemaal ziet, dan hou ik mijn hart vast. Ja. Maar we gaan er gewoon, voor. Voor een periode eventueel? Ja. Zit dat erin? Het spel was met name de eerste helft goed vanuit Meadows' kant. De eerste helft was goed, ja, dat klopt. Ja. En ja. De tweede helft maakte het onszelf moeilijk om de kansen die we zeker de eerste helft en ook misschien nog wel het begin tweede helft hebben laten liggen om de wedstrijd gewoon meteen op slot te gooien. Ja, en je weet gewoon, als je een goal tegenkrijgt, dan help je natuurlijk de tegenstander weer een beetje in het zadel. Ja, maar wat wordt het komend seizoen, denk je? Komend seizoen? Ja, we hebben wel gezegd dat we zo rond het linker rijtje willen eindigen. Het linker rijtje van de vierde klasse C? Ja. Dus, maar we hebben ook met wat blessures te maken, dus ik hoop dat dat niet al te lang gaat duren en dat die weer snel aan kunnen sluiten. Goed, ik wens u veel succes toe. Dank je wel. En bedankt voor je interview. Helemaal goed.